Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Deuneria en Pizzeria Doesburg. Nu ook met heerlijke Italiaanse pasta gerechten. Nou, ik had gisteren een cd van Lovest en toen kwam, en ik zit naast haar. En toen zei zij, oh jee, wat een mooie cd. En toen zei ik, je mag hem wel even lenen. Maar ze heeft hem nog steeds niet teruggegeven. Zij zei, ja, je mag hem wel hebben hoor. Weet jij een oplossing bij jullie dan bij mij zijn? Ik had hem gelijk. Ik ben aan jou. Niet door elkaar heen praten was een van de drie regels. Hé, nou zag ik er net een stukje dat jullie aan het rollenspel aan het spelen waren. Met een conflict over een cd. Maar hoe zat het nou in elkaar? Je hebt, zeg maar, als je een conflict moet oplossen met mediator. Hun hadden een conflict. En dan met het rollenspel, dan gingen hun... Spelen dat ze een conflict hadden en dan had één iemand had dan een cd uitgeleend aan die andere en die andere dacht dat hij hem mocht houden. En dan hadden wij met mediator de stappen verdeeld en dan gingen we dat oplossen met een stappenplan heb je dan. Dan moet je eerst zeggen wie je zijn. We hebben drie regels. Dat is dat... dat we het conflict willen oplossen, niet door elkaar heen praten en niet schelden. En dan vragen we of we daarmee eens zijn. En dan vragen we wat het conflict is en dan gaan we het samenvatten. En een oplossing mogen we zelf niet bedenken. En ja, dan moet degene die het conflict heeft moeten bedenken. Ja, okay. Die moeten dat bedenken en we mogen wel tips geven. Ja. En niet... En dan de afronding, dan geven we elkaar een hand, zeggen gefeliciteerd en zo met het conflict en ja. Dat is... Maar ik zag even onderbreken, want je vertelde het hartstikke mooi. Ik zag namelijk dat er ook allemaal mediators waren die allemaal een aparte taak hadden, klopt dat? Ja, het stappenplan moesten we verdelen over vier mediators en dan, dan gingen we om de beurt vragen stellen aan de kinderen die het conflict hadden. Jullie hebben 2 jaar lang deze cursus gevolgd, heb ik begrepen. Hoe vonden jullie het? Vertel eens, hoe vonden jullie het? Leuk! Ja, ik vond het wel. Leerzaam om te doen? Ja. Ja? Ja. Okay. Vreedzame School is een project wat de bedoeling heeft om een klimaat op school te creëren waarin kinderen gezien worden, dat ze ook een stem hebben. De school is eigenlijk een democratische oefenplaats. En kinderen leren op een manier met elkaar om te gaan, zodat er zo min mogelijk conflicten zijn. Het traject duurt 2 jaar, dus we hebben eerst al met het leerkrachtenteam hebben we lessen samen doorgenomen en die worden ook wekelijks gegeven om een klimaat op school te creëren waarbinnen kinderen een stem hebben, elkaar waarderen, maar ook weten hoe je conflicten kunt oplossen. En die, uiteindelijk is er dan een groep hier, een groep van leerlingen, 12 leerlingen uit groep 6 en 7, kijk ik even Leonie aan. Ja, klopt. Ja. En die leerlingen die zijn nu getraind om mediator te zijn. Dus als de kinderen op het plein of in de school een conflict hebben en ze kunnen het zelf niet oplossen, want dat is de eerste stap. Mm-hmm. Kinderen leren in de lessen om zelf een conflict op te lossen. Lukt het hen zelf niet, dan zijn er andere kinderen die hen willen helpen, dat zogenaamde leerlingmediatoren. En die leerlingmediatoren, ja, die kunnen dat als geen ander. En het blijkt ook dat kinderen heel goed zelf problemen kunnen oplossen en vaak nog veel beter dan dat er een volwassene bij komt. Ja, ja, ja. Die mediatoren hebben daar een stappenplan bij, een soort handleiding, wat ze doornemen met elkaar. En uiteindelijk komt er een soort contract en een afspraak en is het probleem opgelost. Okay, dat hoop je dan? Nou, daar gaan we vanuit. Maar het kan zijn dat de kinderen het niet kunnen. Nee. Want kinderen kunnen niet alles oplossen. En dat hoeft ook niet. En dan zijn er leerkrachten in de school. En Leonie is er daar één van. Dat zijn de coaches voor de leerlingmediatoren. En die kunnen dan de leerlingmediatoren weer coachen. En eventueel het probleem oplossen als zij er niet uitkomen. En er zijn natuurlijk ook problemen waar je niet uitkomt. En dan is er altijd nog een leerkracht of een hoofd van de school, zeg maar de rijdende rechter, die uiteindelijk zegt, en zo gaan we het doen.
Okay, maar dan moet het conflict wel heel erg oplopen. Dan moet het conflict wel heel erg oplopen en we gaan ervan uit dat dat hier niet meer gebeurt. Leonie, de docenten van de school worden nauw betrokken bij dit project. De afgelopen 2 jaar, heb ik begrepen, heeft het project geduurd. Hoe is dat gegaan? Ja, wij zijn eigenlijk begonnen vorig schooljaar met een... Inderdaad, met de Vreedzame School. En dat zijn lessen die we geven in de klas. Die erg gericht zijn op het samen een groep vormen. Op het, als er toch conflicten zijn, hoe los je dat op met kinderen? Om daar actief in de klas ook mee aan het werk te gaan. Om ze eigenlijk te trainen als het ware. Dat ook toe te gaan passen als er buiten met buitenspelen of in de klas echt conflicten ontstaan. En maar niet alleen op school, ook later in hun leven natuurlijk. Ja, nou ja, precies. Ja. En daar zijn we 1,5 jaar geleden mee begonnen. En we hebben steeds een aantal studiedagen daarvan gehad. En dit jaar was dus ook de leerlingmediatie een onderdeel daarvan. Is dit een project wat jullie meerdere jaren gaan volgen? Of is het een pilot? Is het een project wat al langer loopt? Het is een project wat al langer loopt. Het is eigenlijk ontstaan rondom Utrecht. Het is vanuit Amerika hebben ze dat gedachtegoed overgenomen. En het zit in heel Nederland zijn er vreedzame scholen. Mm-hmm. Het zijn er ook steeds meer. Inmiddels geloof ik al 500. En het idee is dat we op die manier een klimaat creëren op school. Maar niet alleen op de school. We willen het ook breder trekken. Ook in de wijk en ook naar ouders toe. Dus er zal ook voor ouders zal er informatie zijn. En we hopen eigenlijk met deze training een mooie bodem te leggen voor een vreedzame wereld. Ja, perfect. Vergt het veel tijd voor een docent? En die inspanning? Nou ja, zo'n begin is natuurlijk altijd wel eventjes weer jezelf inlezen. Waar zijn we mee bezig? Je moet als leerkracht wel gewoon zelf ook eerst het beeld helder hebben waar we mee bezig zijn en waar je naartoe wilt. En het vergt wel wat extra tijd, maar je merkt ook wel naarmate je daar langer mee bezig bent dat je daar ook wel meer je weg in vindt. Ja. Ook een belangrijke vraag, hoe vinden de kinderen het? Ja, die vinden het heel erg leuk. Die lessen die worden toch vaak wel goed ontvangen. En je merkt dat ze echt onderdelen daarvan overnemen. Er staan toch wel bepaalde begrippen behoorlijk centraal die je dan in andere situaties ook weer terug hoort van de kinderen. En dat is wel heel leuk om te zien. Okay. Ja. Afronding van het project vandaag. Mensen krijgen allemaal diploma, heb ik begrepen. Ja, alle kinderen die opgeleid zijn tot mediator krijgen een diploma. En na de voorjaarsvakantie gaan ze starten. En dan is er ook in de school zichtbaar wie is er vandaag mediator. Ja. Dus dan wordt het gewoon helemaal echt. Maar dan zie ik me even een probleem voor me. Stel, op de speelplaats buiten hebben 2 ruzie. En er springen vervolgens 30 mediators erbovenop. Nee, dat zal meevallen. Nee. We hebben 12 kinderen opgeleid tot mediator. En zij zijn ook degene die dat doen, geen andere kinderen. En iedere dag zijn er 2 kinderen die dienst hebben, als het ware. Die zijn ook zichtbaar op het plein voor de kinderen. En zij zijn dan die dag ook degene die aan de slag gaan om het probleem op te lossen. Dus niet zo 1 conflict en gelijk 12 mediators erbij. Nee. Ja. Ik wil niet de helft van het boek hebben. Dat doe je alles. Nog beter. Ja zeg. Ik heb die vlek niet gemaakt. Jij zei dat ik je moest helpen. Nee. Ja, die doen niet helpen om te doen. Maar duidelijk was stil. Jan van der Gaast, jij bent directeur van de Wetelaar hier in Doesburg. Hoe kijk jij tegen dit project aan? Nou, geweldig. Vanaf het moment dat ik hier... ik ben na de zomervakantie begonnen. Werden de collega's natuurlijk ingelicht dat het project Vreedzame School draaide. Ik kende de kanjetraining vanuit de vorige werkkring. Ja. Het heeft veel overeenkomsten, maar Vreedzame School gaat nog even een stapje verder. Als je denkt aan het mediation traject wat je net hebt kunnen zien. Is dat een project wat op alle scholen wordt uitgerold in Nederland? Of is het een speciale soort scholen? Nee, wat ik van mijn voorganger heb gehoord is dat het een hele bewuste keuze die de school heeft gemaakt. Okay. Dat als je kinderen sociale vaardigheid bij wil brengen en je gaat nog een stapje verder door ze zelf eigenlijk de regierol te geven, in die mediation rol die ze dan hebben, dat vind ik de grote plus op alle sociale vaardigheidstrainingen die er al zijn. Okay. Ja. Kan je al merken aan de kinderen dat er wat resultaten zijn van deze training? Ja, zeker. Ja. Okay. Ja, wat je nu ziet, vooral die mediators. Ja. Die kijken op het schoolplein ook inderdaad rond van zijn er conflicten en wat kunnen we daar dan doen. Daar zijn ze nog wat onwennig, maar goed, daar trainen we ze dus in. Ja. En de bedoeling is dat we dat inderdaad ook dan straks in en om school geregeld krijgen. Ja. Dus dat ze het zelf allemaal oplossen. Daar gaan we het om. Is dit een project wat in de loop van de tijd herhaald gaat worden?
Nou, je moet er wel bijhouden. Ja. Het is niet. Ja, want de mediators die vertrekken op een gegeven moment naar een middelbare school toe en dan moet je weer nieuwe trainen. Ja, precies. Dus ja. Het is niet dat je zegt van we hebben nu 2 jaar training gedaan, we hebben mensen opgeleid of leerlingen opgeleid. Nee, dat doen we echt continu. Ja. Ingezet, doorgaan. En als we resultaat boeken, zien andere kinderen dat ook. Dus dan, ik durf bijna te zeggen dat ze zometeen op de stoep staan en zeggen van ik wil ook mediator worden. Nou, het is natuurlijk altijd goed dat je ook thuis een privé-mediator hebt. Ja. Hij was altijd vrij sociaal. Dus als er iets speelde, meningsverschillen of zo, dan gaf hij altijd wel zijn mening van papa of mama, je moet nou sorry zeggen of dit of dat. Ja. Maar nu zie je wel dat hij eerder ook zegt van, nou jongens, geen ruzie maken. En hij bemoeit hem er zeg maar mee al eerder, maar niet dat wij nou constant ruzie hebben. Maar het is niet zo dat hij gelijk met een stappenplan aankomt? Nee, niet een stappenplan, maar je merkt wel dat hij zich, lekkerder voelt om of makkelijker dingen durft te zeggen. Okay. Ik denk dat heel veel kinderen als er ruzie is, dat ze ook bang worden. Ja. En ook tussen kinderen, ook tussen ouders natuurlijk, dat is moeilijk, hoe reageer je daarop? Maar als je daarmee bemoeit, dan merk je dat, dat het best wel bespreekbaar is. En ik wil graag beginnen met Linde. Linde, kom er maar even bij. Linde, die krijgt je diploma. Van harte gefeliciteerd. Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Deuneria en Pizzeria Doesburg. Nu ook met heerlijke Italiaanse pasta gerechten.